Maar fantastisch dat jullie er zijn. Nou, je ziet het. Twee voetballers van FC Twente. Virgil, je ziet Jan, jullie zijn er allemaal. En de nieuwe Cleonice. Ja. Welkom, heren, allebei. Op welke leeftijd werden jullie gescout? Zal ik beginnen? Ja, ga je gang. Nou, ik was 8 jaar toen ik gescout werd door Willem II. Ken je die? Door welke voetbalclub werd je vroeger als eerst gescout? Nou, jij hebt het antwoord al gegeven. Ja, door Ajax. En ik denk bij hem door Willem II. Mooi dat je ook naar mij luistert. Had je vroeger ooit gedacht dat je bij FC Twente zou voetballen? Nee, ik wilde wel altijd al voor Twente voetballen, omdat ik zeg maar opkeek naar El Giro Elia. En die en nu speel ik bij Twente en Twente werd ook kampioen, dus daarom wil ik altijd voor Twente spelen. Waarom wilde je op je positie spelen die je nu hebt? Nou, ik vond het altijd en nog steeds leuk om verdedigers uit te spelen en de verdedigers het gevoel te geven dat ze eigenlijk de bal niet kunnen afpakken. En de irritatie die ze dan krijgen, dat vind ik gewoon een fijn gevoel. Dus vandaar dat ik als dit ja, maar niet te veel naar mij luisteren, want anders ga je niet zouden doen. Ik heb heel veel tikjes. Hoeveel uur per dag zijn jullie bezig met voetbal? Alleen als ik thuis kom, moet ik nog met mijn zoontjes doorgaan voetballen. Dus bij mij duurt het nog iets langer. Ja, je kunt wel mooi voetballen. Inderdaad. Maar ze willen niks horen vanaf je moe bent. Ja. Soms is het thuis nog zwaarder dan op de club. Ja, zo was het dan. Wat is je favoriete voetbalspeler? In Nederland of in het buitenland? In Nederland. In Nederland? Cleonice. Wat doe je in je vrije tijd dus, wanneer je niet voetbalt? Nou, ik ben vader van 3 kinderen, dus ik heb niet zoveel vrije tijd. Dus ik denk dat iedereen dat het beste kan hebben. Ja, maar dat zou je niet gespreken. Jawel. Nee, ik doe heel veel leuke dingen in mijn vrije tijd. Ik was gisteren bijvoorbeeld in de Balorig en dan ben ik met mijn kinderen aan het spelen. En krijg ik wel weer last van mijn knieën en van mijn onderrug, maar ik doe het met plezier hoor. Nou, jouw vrije tijd ziet er iets anders uit. Nee, maar ik ben ook een hele saaie jongen. Ik slaap heel veel, kijk een serie, de rest doe ik niet zoveel. Wat zou je willen worden als je geen profvoetballer geworden zou zijn? Ja, ik heb een goede luister. Ik denk acteur, want ik kan heel goed acteren. Nee, maar ik ben echt serieus. En toen ik jullie leeftijd ongeveer was, speelde ik in een serie op SBS6. En die heette De Hoofdprijs. Wie is het grappigste van het elftal? Alle twee. Nee, Virgil. Nee. Virgil, ja, hij is echt grappig. Ja? Ik had altijd van die moppen. Ja, Virgil, dat ging heel goed. Vertel me. Nou, je maakt het onszelf. Nee. Okay. Nou, ga je het echt doen? Je kunt ook een mop van Virgil vertellen. Nee. Maar, ik maak een grapje, maar hij is wel echt grappig. Wie denk je dat er dit seizoen kampioen wordt? Eerlijk antwoord of dat wat je wilt horen? Eerlijk antwoord. Nou, Ajax. Nee. Maar ik hoop natuurlijk dat we ook kampioen kunnen worden. Ik ben er mee over, toch? Ja. Nou, het wordt moeilijk voor ons, dat zeg ik wel heel eerlijk. Zeker. Realistisch zijn. Maar ik denk wel dat Ajax dit seizoen gewoon weer kampioen gaat worden. Wie wordt volgens jou kampioen? Twente. Twente, ja goed. Ja. Wat vind je van je FIFA rating? Die van mij klopt ook geen meter. Echt niet. Ik ben ook niet zo snel. Volgens mij heb ik 68 of zo, 78 sneller. Klopt niet, ik ben ook heel slap, het is niet sterk. Niks klopt voor. Ik ben ook rechtsbenig terwijl ik links ben. Volgens mij weet ze niet wie ik ben.